Dit schilderij is geïnspireerd op een schilderij van een Italiaan. En dat heet Zomerjurk. Dat is een rug van een mevrouw. Er zitten dus drie schilderijen onder. In verschillende gradaties van grijze en kleur. Dus meer verf, steeds meer. Het heeft dus ook een oppervlak gekregen wat interessant is. Door al die lagen heen krijg je een soort vibratie. Dus het was niet de intentie om de huid te schilderen, maar de verf op zich is een huid geworden. Begin dit jaar was er een oproep aan kunstenaars van 16 tot 90, zeg maar, om mee te doen met een anonieme inschrijving voor een zomerexpositie. Ik ben door de eerste ronde gekomen en dat betekent dat ik op de site ben van dezomerexpositie.nl. Dit is mijn schilderij, een van de Facebook portretten. Dit is een kans. Ja, dat kenden wij in Nederland nog niet. Je zou naar een galerie gaan of naar een museum. Maar dit is een nieuw initiatief. Dit is al, in het buitenland is het al bekend. België en Engeland is het al jaren. Hier in je atelier blijf je toch vrij anoniem. Je moet naar buiten treden, dus je moet iets doen. Soms is er iemand. Ja, die is zo mooi. Die mooie gezicht. Nee. Emma, ik heb geen haar. Ja, dit is het commentaar. Ik heb geen haar. Terwijl ze zulk mooie haar heeft. Idee eigenlijk van mijn zoon, die heeft het mij aangereikt, zeg van laten we eens proberen om van Facebook portretten te kijken of die mogelijk geschilderd kunnen worden. Dan kom je op een mooi portret en denk die neem ik, die vind ik een uitstraling hebben, dat ga ik schilderen. Ik ben uiteindelijk terechtgekomen op mensen die zichzelf in een webcam of in een laptop fotograferen en dat heb ik omgezet in de schilderij. En die pizza?